Kijk, zit gewoon te kijken met zijn grote oogballen hier zo. Hallo mensen van Wanneker en welkom bij deze nieuwe video. We gaan vandaag weer een map van een kijker doen. En ik ben hier samen met Ikai en Poes. En linksboven in beeld zie ik nog Ketchup Joch. En dat is de maker van deze map. En ik ben heel benieuwd wat er staat. Maar we gaan eens even kijken, toch? We gaan eens even kijken. We hebben hier allemaal toffe skins. Laten we eens even gaan kijken, jongens. We gaan naar Arctic Island. Dat is een sneeuweilandje, denk ik. En we gaan naar een eilandje travelen. En we zijn hier op een spawner. Wat de hel, waar zijn we beland? Wat is dit? Hey! Hey! Waar zijn wij beland? Wat is... Oh, hij is nog in aan het laden. Wat de hel wordt hier ingeladen? Dit ziet er super sick uit. Wat is dit? Ja, dit is Kasteel Ketchup. Dit is Kasteel Ketchup dus. Maar wat is dit dan voor iets? Wat moeten we hier doen? Nou, dit is een kasteel, oftewel de vechtarena. En dan hier verderop hebben we de baanrace. Uh-huh. Hier ga je racen en dan degene die eerst wordt... krijgt de beste wapens, de tweede wordt mindere wapens, de derde krijgt zo goed als heel slecht. En de allerlaatste, die heeft gewoon letterlijk bijna de aller slechte wapens die je maar kan krijgen. Dus als ik het goed begrijp, gaan we eerst hier zo racen en daarna met die wapens die je krijgt van de race, gaan we vechten. Dat is dus eigenlijk gewoon. Ja. Kijk die valspelers hier, kom eens naar achteren jullie, kom eens naar achteren. We hebben allemaal toffe skins op deze wagentje, we gaan dus racen, we doen twee rondes hier. En we gaan beginnen in 3, 2, 1, go, 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 go! Racen! Ah! Ja, maar jeumig! Moet dat gebeukje nu meteen al hier zo gaan gebeuren? Oh joh. Okay, kijk, daar gaan ze allemaal beuken. En Poes staat voor! Ik ga achter Poes aan. Ik ga de achtervolging inzetten. Yes. Waar moeten we heen? Oh, wat? Hierdoor. En Kai zit nog met Ketchup Joch, weet je, daar zo te kloten. Oh, dan moeten we hier een bochtje maken. Jeumig, wat een race, wat een race. Maar Poes gaat als een malle hier doorheen. Oké, okay, ik wil ook als een malle hier doorheen kunnen. Ja. Yes, nice. Hey, Poes. Poes. Hey, nee. Wat? Je wordt teruggekaatst. Wat is dit nou weer? Jongen, ik zit vast. Ik zit vast. Oké, okay. Wie heeft dit verzonnen? Wie heeft dit verzonnen? Oké, okay, ik ben er voorbij. Hè? Oh. Jongen, jeumig. Kai heeft me ingehaald gewoon. Kai, ik kom eraan. Ik ben even Yes. Oké. Okay. Oh, nee. IJs. Huh? Huh? Oh my god. Moesten we hier niet in? Jawel, toch? Daar moest je niet in. Waar moeten we nu heen dan? Oh, daar is een gat. Je kan er nog uit. Oh, dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Okay. Oh, je moet... Oh, met dat moet je doen. Met de launchpad. Oké. Okay. Ik was helemaal vergeten te zeggen dat je hierheen moest. Oh, jongens. Oké, okay, daar. Bij dat rode moeten we dus zijn. Dit was even verwarrend, maar... dan zijn we hier zo. En dan ik zou hier wachten. Ik geef jullie een voorsprong. Naar beneden lopen. En hier lopen. En dan mag je een nieuwe auto pakken en dan hier is de looping. En je moet een beetje naar rechts gaan en probeer het niet helemaal tegen de muur aan. Oh, een looping, daar gaat ie! Oh! Oh joh. Ja, de muur is een beetje kapot. Maar we gaan door en we hebben het gehaald. Ja, 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 de eerste ronde is voorbij. Oké, nu weet ik hoe het werkt. Waar is Poes? Poes zit daarboven nog gewoon. Poes. Kom op. Huh? You can do this, girl. Come on, come on, come on. Ik rijd door en ik zie helemaal dat muren kapot worden gemaakt in mijn ooghoek. En... Ja, dat is een beetje gedoe. Auto's kunnen wel dingen kapot maken. Dat kun je uitzetten. Ja, en... Oh, de baan is kapot. We kunnen hier afstaan. We hebben nog een ronde. Ja, de tweede ronde. Hé, Poes is hier. Wat doe jij hier nog? Dat weet ik ook niet. Hier naar boven moet je, slimmerik. En... Hoppatee. Nee, 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 nee! Oh, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Maar ik weet niet hoe ik de auto nou binnen de baan ga krijgen. Misschien moet ik eventjes dit doen en... Poes, wat doe jij nou weer hier? Poes heeft nog geen enkele ronde gehaald. Die is gewoon weer helemaal terug bij het begin. Dan moet ik dit denk ik gewoon een normale manier doen. En dat is via hier omhoog. Ja! Ja! Oké, okay, ik ben er. En dan moet ik nu zorgen dat ik niet nog een keer op dat dingetje die terugkaatst kom. Maar rechts vandaan rij. Daar. Yes, nice, nice, nice. En nu moet ik hier omhoog zien te komen op een normale manier. Ja, lekker jongens. En... Ja, made it. Oké, okay, hey, kijk eens naar beneden. Huh? Kai? Hier. Kai is gefinished! Nee, Kai, 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 wacht, wacht! Kai! Oh, nee! Wat? Ik kan nog tweede worden als Kai me goed gaat brengen. Kom op, Kai, kom op, Kai. En, lekker. Ja, ik ben echt heel benieuwd naar het kasteel waar we zo meteen dus gaan fighten. En... Bim, bim! Oh, dit was close. Maar dankjewel, ik ga nu snel dit halen. Nu ga ik er niet langs springen. Hoppakee. Dan moet ik dit halen dus. Daar is een auto. Ik kom daar niet in dat rode trouwens. Dan kan ik hier naar beneden. En dan pak ik hier een nieuwe auto. Oh, er zijn geen auto's meer. Nou, dan moet ik het te voet doen of wat? En dan is hier de finish. Come on, come on, come on. Ik moet redden tegen Ketchup Joch. En Poes, die moet nog steeds een ronde afmaken. Die is dus sowieso laatste. Maar ik sta hier net voor Ketchup Joch. En is dit de finish? Kablam! Kablam! Ik ben klaar, jongens. Ik ben tweede geworden. Ketchup Joch is derde. En Poes... Ja, waar is die eigenlijk? Oh, die is daar bezig.
Hij is vierde. Kijk dan jongens, 1, 2, 3, Kai is 1. Kai mag beginnen met de kist openen maken. Welke mag je als eerste openmaken? Eerste... Oh my! Oh, wat? En de linker mag je kiezen of je die ook mag doen. Ja, natuurlijk. Kies. Doe maar niet, Kai. Geef mij dat wapen maar of zo. Nou, Kai heeft echt superveel geluk met zijn spullen. Dan ga ik nu nummer 2, dat ben ik. En dit zijn mijn spullen. En oké, is niet slecht natuurlijk. Dit is best wel lekker wat ik heb gekregen. En ik heb ook nog eens minis. Oké, nummer 3. Dat is een ketchupjog. En er zitten in ook hele chille spullen. Ik heb maar 1 mini trouwens. Oké, wat zou ik meenemen? De minis die werken niet. Dus de minis kan beter je kreppelen meenemen om jezelf te vervoeren. Ja. En Poes is de laatste. En welke mag je openmaken? De linkse of de rechtse? Nummer 4. Eerst de linkse. Eerst de linkse, oké. Wow. En als wij straks wel weg zijn, mag hij de rechtse openmaken. Ja, hij zit ook nog wel lekkere loot in. Oké, het geheimpje is dus de rechtse. Ja, maar dat is toch niet... Oh, ik krijg geen speciale dingen. Laten we even omdraaien. Poes, doe hem maar open. En wij gaan... Ik wil aan het eind van de video wel weten wat je uit die kist hebt gekregen eigenlijk. Mm-hmm. Mogen we kijken? Kijk, zit goed te kijken met zijn grote oogballen hier zo. Ik denk dat iedereen op een van de grote torens gaat en dat we daar dan beginnen. De eerste bij de 10 kills is, heeft gewonnen. Oké, 10 kills? Jongen. Oké. Daar staan we dan. De eerste die 10 kills heeft gemaakt, die wint dus. Dus we kunnen gaan beginnen in 3, 2, 1, go. Go, go, go! Oké. Hey, yo. Oh my. Ik hoor iemand grappelen. Hallo? Grappler. Kai is down. Die eerste met 10 kills. Die wint. Oké, go. Naar beneden. Ik wil even actie ondernemen. Jezus! Een bosje! Oh! Oh my god. Ik heb hier nog geen 1 keer geraakt, volgens mij. Oh! Nee, je hebt geen zin in. Oh, nee! Wie dit iemand anders? Nee, mijn kill is gejat! Nee, joh. Ik had push bijna. En in 1 keer... Ja, maar jemig. Al die killstealers hier. Ik heb nog 1 HP. Oh. Oh, wat? Nee, wat is dit nou? Komt er een keer Kai ook nog mee bemoeien? Oh, jongens, maar mijn kills worden helemaal weggehaald. Oh, ik heb nog 0 kills. Normaal gaat het echt supergoed. Dit is niet de bedoeling. Ik hoor iemand. Daar. Oh. Oh, kom op. Blijf van mijn kill af. Ja. Hé, hey, blijf van mijn kill af. Nee, er is er nog eentje hier. Ah, ja, maar je kan ook niet bouwen en dat is het lastige hieraan gewoon. Dat je niet daar kan... Daar heb je kreppel. Daar gaat hij. Ik hoor iemand. Oké, waar komt het vandaan? Oh my god. Oh my god. Ja, Kai is down. Ja, nee. Ketchup Joch is down. Oké. Oeh, jongens. Weg hier. Hoppatee. Waar zijn jullie allemaal? Joe! Meiden! Waar zijn jullie allemaal? Oh, wat? Hey joh! Ah, kom op! Nee, mijn kill! Nee! Oh. Waar is hij? Ik hoorde iemand. Oh! Oké. Nee! Nee! Kijk! Oh, yes! 5 kills. Oh my nee, god. Joh. Oh, yes. Ik kan nog winnen gewoon, jongens. Dit is zo ongelooflijk spannend. Maar ik ga dit winnen. Waar zijn jullie allemaal? Oh! Ik heb hier nog wel 100 damage gedaan. Oh, zitten ze weer daar nee. boven? Nee! Ik heb nu ook 5 kills. 5 kills, oké. Okay. Oh! Yes! Nee! Oh, lekker, jongens. Oké, 6 kills heb ik in de pocket. Heerlijk. Waar is de rest? Ik hoorde iemand glijden. Niet heel ver weg. Oh my god, jongens. Hey. Ik heb 7. Oh. Oké. 7 kills. Oké. Kom op. Waar ben je? Oh my god! Nee. Ik mis elke keer net. En dit is zo balen. Jullie hebben nu 8 kills volgens mij. Het is zo close. Oké, Kai. Ik heb er 8. Je moet oppassen voor Kai zo te zien. Kai is gevaarlijk. Kai is een hele gevaarlijke man. 9. Oh, daar. Huh. Huh. Ja!
Nog niet dood. Oké, 8 kills. Oh, daar is Kai. Nee, bam, Kai heeft gewonnen met 10 kills. Mijn shotgun die schoot niet zo snel. Is er een nieuwe delay? Is er een nieuwe update op de shotguns? Ik weet het niet. Jongens en meisjes, Kai is de winnaar. Dubbel en dik van deze aflevering. Ik vond dit een hele sicke map. Een heel sick idee van Ketchup Joch. Hier eerst moesten we racen. En ik zie daar nog iets gaande. Er is nog iets gaande daar zo. Hele toffe deadmatch map ook nog eens. Laat in de reacties een cijfer achter voor deze map. 1 tot en met 10. Hoe hoger je, hoe hoger cijfer je geeft, hoe hoger je dit... Oh my god. Oh, je valt niet eens dood. Oh, dat wist ik niet. Hoe beter deze map is natuurlijk. Laat een like achter op voor meer. En tot de volgende keer maar weer.